In WhatsApp kan je nu een foto of video sturen die de ander maar één keer kan bekijken. En in deze video ga ik precies laten zien hoe je dat kan doen. Ik heb hier mijn telefoon, ik ga nu naar een gesprek in WhatsApp en ik klik op de plus en ik kies voor foto of videobibliotheek. Dan kan ik vervolgens een foto kiezen en er staat hier een tekentje en nu heb ik hem ingesteld voor eenmalige weergave. Dit kan je ook doen bij video's. Maar nu ben je natuurlijk benieuwd, kan de ander ook een screenshot maken en heb je dit dan door? Nou, ik verstuur nu deze foto en ik heb al eerder een andere foto gekregen van mijn broer. En toen ik een screenshot maakte van deze foto, kreeg ik helemaal geen bericht dat er een screenshot is gemaakt. Hetzelfde geldt voor het opnemen van een video. Op de iPhone heb je ook de mogelijkheid om een video op te nemen. Dat kan door een knop toe te voegen aan het bedieningspaneel, daar hebben we ook een video over gemaakt. En als je zo'n eenmalige video ontvangt en je neemt hem gewoon op, dan krijgt de ander hier helemaal geen bericht van. Dus ook daarbij geldt hetzelfde als bij een foto, je kan het gewoon opnemen. Nadat je die foto één keer hebt geopend, zie je ook dit teken erbij staan. Er staat nu geopend, foto's die je op deze manier verstuurt, die worden ook niet groot zichtbaar in je gesprek. En als jij foto's van anderen opent die eenmalig naar jou gestuurd zijn, dan zie je na het openen geopend staan. En als je erop tikt, dan gebeurt er dus helemaal niks. Dus echt waterdicht is het systeem niet. Vond je het nou een handige video? Klik even op het duimpje omhoog, abonneer op ons YouTube kanaal en weet ook dat wij training geven over software. Dus hebben jouw medewerkers wel hulp nodig bij bepaalde software die veel wordt gebruikt, zoals bijvoorbeeld Teams, Outlook, PowerPoint, Zoom, Excel enzovoort? Neem dan zeker even contact met ons op. Alle links staan hieronder in de beschrijving. Dit was een video van Time to Guide en nu is het time to go.